Als wij er al niet in gaan geloven, dan wordt het hem niet. Dus je moet als stad ook Jeronimus Bosch gaan omarmen. Het is gewoon een hele belangrijke schilder die wereldwijd zo bekend is. Daar mogen we ook trots op zijn. We moeten dat gewoon ook uit gaan dragen. Want anders zullen we na 2016 ook de vruchten daarvan gaan plukken. En ja, dat is waarom we dit ook allemaal gaan doen. Dus we gaan er tegenaan. Welkom in 's-Hertogenbosch. De stad waar Jeronimus Bosch 500 jaar geleden zijn eigenzinnige schilderijen maakte. 2016 staat geheel in het teken van Jeronimus Bosch. Het hele jaar is al geheel strategisch in kaart gezet. Kijk, we zijn heel lang bezig om die manifestatie op te zetten, al vanaf 2010. En nu begint het toch wel zo te komen, het is nu al 2015, het is nog maar een jaar te gaan. En er zijn heel veel activiteiten in dat jaar. 90 projecten staan nu op de rol. En toch wil je die op een bepaalde manier met elkaar verbinden. En je wil een bepaald doel bereiken, want waarom doen we dit spektakel helemaal? En eigenlijk is het belangrijkste dat we Jeronimus Bosch en 's-Hertogenbosch voor altijd aan elkaar verbinden. Dus als mensen op bezoek komen naar Den Bosch, dat ze niet alleen voor de Boswol komen, maar ook voor Jeronimus Bosch. Dus je wil eigenlijk dat dat één op één is. En vandaar dat we ook op zoek zijn gegaan naar een motto die alle activiteiten verbindt en dat we altijd hetzelfde verhaal vertellen. En dat is dat Jeroen Bosch een Bosschenaar is. En dat hij hier heeft gewoond, gewerkt, hier zijn schilderij zijn ontstaan en dat we daar trots op zijn. En daarom hebben we het motto neergezet, welkom thuis Jeronimus. In 2016 zijn er diverse activiteiten gepland. Dat gaat van dansvoorstellingen tot aan tentoonstellingen, tot aan grote evenementen in de openbare ruimtes, tot aan een groot welkomstfeest op 12 februari. Je kunt het gek niet bedenken. Het is van alle lagen in de bevolking, voor alle kunststromingen is er wel iets te doen in dat jaar. En niet alleen de evenementen rondom Jeronimus Bosch worden goed neergezet. Echte Bosschenaren voelen zich hier dan ook echt thuis. Juist, het is een warm bad. En op die manier kun je ook meteen de stad goed neerzetten. Het is een fijne stad. Hè? Daar moeten we ook trots op zijn. En als we dat ook nog aan Jeronimus Bosch neer kunnen zetten, dat hij een van ons is. En als je een van ons is, spreek je met de voornaam aan. Dus je zegt, welkom thuis Jeronimus. En daarmee claim je hem meteen. Maar daarmee verwelkom je ook dat zijn schilderijen terug zijn in de stad in 2016. Informatie over het Jeronimusjaar is terug te vinden op de website. Ze kunnen naar de bos500.nl gaan. De nieuwe site gaat over 2 weken in de lucht. En daar komt het programma ook op te staan. En alle andere dingen die je wil weten over de manifestatie. Het VVV is nog haastig op zoek naar vrijwilligers die zich inzetten voor het Jeronimus Boschjaar in 2016.